Jo, kijk eens, wat is er gebeurd? Ik moet jou iets veroordelen. Ik kan me dat nog steeds niet trekken. Ik moet twee keer op de graafschap moet ik reageren. De spectergraafschap is in 2-2 geëindigd. Oh my god, schoot Henk Jongma Henk Vreese dood en John van der Brom. Die horen geen nieuwe clubs te krijgen. Ik vind altijd als je vertrekt bij een club na het seizoen, moet je altijd clubloos zijn. Lijkt dat ook, als je clubloos bent. Kijk eens, ik heb een paar dilemma's voor Lucas. Danny Buijs of Henk Vreese? Nu Buijs, ja. Buijs gedraagt zich toch netjes. Ja, kijk eens, waarom Buijs? Ondanks dat hij geen trainer te zijn, vind ik Buijs toch leukerder dan Vreese. Ja, ik hoop dat die Vreese gaat doodschieten. Kijk eens, lijkt het gewoon. Word ik nou gesort? Oh nee, niet toch. Maar je kan er toch ook niks aan doen? Twee keer op de graafschap reageren, dus vond ik eens Twente. De graafschap. Ja, de graafschap. De superperen. Oh my god, als Sparta uitgespeeld graafschappen. Bezoeken uitshirt van de graafschap. Ik vind Buijs leuker de kijkers dan Vreese. Kut Vreese, ik hoop dat hij snel wordt ontslagen. Ja. Ja, kijkers, dus ook sorry hoor dat ik op de graafschap moet reageren. Ja, sorry. Het is gebeurd. Maar ja, als ze volgend jaar weer terugkomen kijken, hoop ik dat ze Europees voetbal halen. Ja, ongelooflijk. Si la culo cubardi. Alleen wat ligt daar? Is dat een shirt of is dat mijn trui? Nou, mijn trui is hier niks bij. Lijkt als je ook van meisjesjas hebt of zo. Dat is dus ook zo. Ook zo apart. Show up. Twee keer op de graafschap reageren. Wat doet dat erg pijn? Dat doet pijn in mijn buik. Kijk eens, ik wou dit nooit meemaken. Dit is de ergste nachtmerrie die ik ooit heb. Zo dichtbij waren ze de graafschap. Anders had ik er nooit op kunnen reageren. Natuurlijk niet, want dan had de graafschap misschien zelf dan als Utrecht uitje hebt gespeeld. Het doet me echt zeer, kijkers. Het doet me echt zeer. Ongelooflijk. Ja, kijkers. Het is toch... Danny Buijs. Danny Buijs is mijn lievelingstrainer. Danny Buijs. Danny Buijs. Nou, kijkers. Ik wil even kijken. Het is toch ongelooflijk. Hey, papegaaitje. Wow. Oh ja, kijk eens, is dat zo? Zo, Henk de Jong. Lijkt als Henk de Jong zijn twee aartsvijanden van de bommen Vreese moet doodschieten. En dan mag Buijs naar Sparta en dan mag Jean-Paul de Jong weer terug naar Utrecht. Hij is toch een man van FC Utrecht? Hij kent Utrecht al heel lang. Iedereen kent toch Utrecht al heel lang? Iedere trainer kent toch iedere... Elke eerder... Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja man, zo is het dus ook spannend, dus ja, leven de lol, Henk de Jong moet Vreese en van de Brom doodschieten. Maar dan moet je, maar word je dan niet opgepakt? Nee hoor, ik ben toch lekker sterk.
Ja, man. Moet 2 keer reageren op de graafschap. Ja, kijk eens dan. Dit was dan de video, de voetbalvideo. Ja. Ja, kijk eens. Dikke vette pies en tot de volgende keer. Lijk als vrezen en van de brom moeten neergeschoten worden. Hey, kwebbel. Ik ben kwebbel te ploppen samen met mijn vriend. Kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden? Laat je morgen een reden zien waarom ik GTA speel.